De Noordzee lijkt misschien een kalm stukje water, maar toch moet de reddingsbrigade regelmatig uitrukken. Voor de kust van Scheveningen zijn meerdere mensen in problemen gekomen. En dus heeft de reddingsbrigade druk. 1 dode op de Nederlandse stranden. Hoe gevaarlijk is zwemmen in de zee nou eigenlijk? De reddingsbrigade moet meer dan 135 keer per jaar uitrukken om mensen uit levensbedreigende situaties te redden. Ik ben Timothy Price, kustonderzoeker. En hier in de werkplaats ga ik je laten zien waar het onzichtbare gevaar in zee schuilt en waar je rekening mee moet houden als je gaat zwemmen. De belangrijkste reden waarom mensen in problemen komen is een muisstroom. Een muisstroom, zei je? Misschien een soort kolk waarin je verstrikt raakt, zullen we zeggen? Oh ja, daar heb ik wel van gehoord. Ja, dat je weg kan, er zijn een soort onderdoor en zo. Ik weet niet precies wat het is. Daar wil ik altijd een keer inkomen in een muisstroom. Maar het zijn er nooit als ik er ben. Want ik denk, ik weet hoe ik eruit moet, dus wil ik graag een keer proberen. Wat een muisstroom is, kan ik het beste laten zien met deze twee pompen. Stel je voor, deze bak is de zee. Ik sta hier op het strand en hier liggen twee ondiepe zandbanken. Dus ik zet nu even de stroming aan. En wat je dan krijgt is het effect van brekende golven op deze ondiepe zandbanken. Want wat er dan gebeurt is dat er heel veel water wordt verplaatst. En dat water wordt naar het strand geduwd en vervolgens moet dat water ergens naartoe. In eerste instantie gaat dat langs het strand, maar uiteindelijk moet het terug naar zee. En dat gebeurt hier door deze diepe geul en dat is de muisstroom. Als je nou hierin terechtkomt, dan kan deze sterke stroming je wel 50 tot 100 meter mee de zee insleuren. Anders dan je misschien zou verwachten, stroomt de muisstroom harder als het ondieper is. Vooral tijdens ebb, als de waterstand weer langzaam omlaag gaat. Die stroming die kan dan een volwassene een kniediep water omver trekken. Zodra het water dieper wordt, dan breken er minder golven over de zandbank, wordt er minder water verplaatst en is de stroming door de muisstroom minder heftig. Hoe herken je nu eigenlijk een mui? Volgens mij zit er hiervoor eentje. En dat is waar je weinig golfslag volgens mij ziet. Misschien daar, want daar, is geen, daar breken de golven niet. Mijn kinderen zitten nu dus... in zee en die drijven dus een beetje die kant op. Dus daar ben ik wel een beetje mee bezig, ja. Al vanaf de duinen heb je een mooi overzicht. Let dan op waar de golven breken, want deze breken bovenop de ondiepe zandbanken. Tussen die delen in waar de golven breken, heb je delen waar geen golven breken. En het ziet er misschien wel rustig uit, maar dat is juist waar de diepere geul is, waar het water doorheen terugstroomt naar zee, en dat is de muisstroom. Muisstromen zijn meestal zo'n 20 tot 80 meter breed. En langs de Nederlandse kust liggen ze meestal zo'n 100 tot 400 meter uit elkaar. Maar omdat zandbanken zich continu verplaatsen door het jaar heen, liggen ze niet altijd op dezelfde plek. Maar in sommige gevallen wel. Muien bestaan ook vaak naast pieren, strekdammen, rotsen of andere obstakels in zee. Dus beter blijf je daar uit de buurt. Hoe ontsnap je eigenlijk aan een muisstroom? Als ik in zo'n muisstroom terecht zou komen... Nee, dat zou ik eigenlijk niet weten. Als ik in een stroming terecht zou komen, zou ik eerlijk gezegd niet weten wat ik zou moeten doen, nee. Als je geen zand meer onder je voeten voelt en je merkt dat je steeds verder van het strand afdrijft, dan zit je waarschijnlijk in een muisstroom. Probeer er in ieder geval niet tegen in te zwemmen, want dan raak je uitgeput. Een muisstroom stroomt namelijk harder dan de snelste Olympische zwemmers ter wereld. Een muisstroom stroomt ongeveer met 10 km per uur zeewaarts. Een Olympische zwemmer die zwemt met ongeveer 8 km per uur. En jij en ik zwemmen half zo snel, ongeveer 4 km per uur. Je kunt je dus eigenlijk alleen maar laten meevoeren door de stroming. Maar maak je geen zorgen, de stroming die trekt je niet onder water en dan neemt je ook niet helemaal mee naar Engeland. Het snelste deel van de stroming zit tussen de zandbanken, maar daarna, zo'n 50 tot 100 meter zeewaarts, neemt de stroomsnelheid weer af. Bijna alle ongelukken met muisstromen die gebeuren omdat mensen er tegenin proberen te zwemmen. Wat je het beste kan doen, is om je te laten meedrijven met de stroming en te roepen om hulp. Je kan er ook op eigen kracht uit proberen te zwemmen, maar zwem dan opzij naar de brekende golven toe. Hier kom je dan weer terecht op de ondiepe zandbank waar je even kan uitrusten. Vanuit daar is de kans weer groter dat je makkelijker op het strand terechtkomt. En het allerbelangrijkste, raak vooral niet in paniek. Hoi, ik ben Arnold, medisch immunoloog. En in de volgende video zal ik jullie uitleggen wat er gebeurt wanneer je verkeerd donorbloed ontvangt.